Merks meer dan 6000 bezoekers, 200 koks in 21 foodstands en lekker eten, was de 20e editie van de Quotas Menkoekhout op de pier van Hotel Torarica een geslaagd evenement. Het thema van dit jaar is Quota Suriname Goes Green. Het was ook de tweede keer dat de Menkoekhout in Halloween-sfeer heeft plaatsgevonden. Danielle Bergwijn, lid van Quota's Fundraisingsgroep, zegt dat de serviceclub Club op 20 succesvolle man-cookouts mag terugkijken. 2018 is dan ook een jubileumjaar voor de organisatie. Wij hebben dit jaar een belangrijke stap genomen met het thema Quota Suriname Goes Green, zegt Bergwijn. Iedereen weet dat het klimaat verandert. We zeggen het elke dag, oh, het is zo warm en of het regent heel veel. Of in ieder geval, dat heeft allemaal te maken met het milieu. En als we, het, we hebben gedacht, als we nou met onszelf zelf beginnen en, en, en verantwoordelijker omgaan met het milieu, dan moeten we ook opletten welke bakjes we gebruiken. Dus we hebben heel bewust gekozen voor geen plastic Alles was van papier. Of in ieder geval af, biologisch afbreekbaar materiaal. En uh, dat hebben we dus dit jaar heel bewust gedaan. Kijk, zie het aan mijn pin? Het is het Go Green logo van Quota voor dit jaar. En we willen iedereen dan echt awareness kweken op die manier. Dus awareness begint met jezelf. En als we het bij alle kleintjes, grootjes, oudjes, jongen, bij iedereen kunnen doen. dan kunnen we in ieder geval zorgen dat de toekomst gegarandeerd is. ook voor de volgende generatie. De organisatie calculeert de opbrengsten nog. maar wij mogen dik tevreden zijn over vooral de kaartenverkoop, zegt Bergewijn verder. Dit jaar zijn er duizend kaarten extra gedrukt, en ook de loten die als donatie van KLM zijn ontvangen, waren allemaal uitverkocht, zegt een tevreden Bergwijn. Het was een enorm succes. Vorig jaar hadden we 5000 kaarten en die waren toen om half, sorry, half acht reeds uitverkocht. Dit jaar hadden we 6000 kaarten en rond acht uur hetzelfde geval. Dus andere mensen mochten dan met een vrijwillige bijdrage naar binnen. Maar 6000 mensen, dus 5000 volwassenen en 1000 kinderen, is toch een uh, geslaagd evenement. Ik denk dat we dik tevreden zullen zijn als we ervan uitgaan dat we duizend kaarten meer hebben verkocht. Zelfs onze KLM-loten, meestal na de Cookout kunnen, kunnen, kunnen de mensen nog KLM-loten bij ons kopen. Die zijn ook tijdens de Cookout allemaal uitverkocht. En die trekking is 30 oktober. Dus dan uh, 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 verloot de KLM twee loten uh, die ze aan quota hebben gegeven. Danielle Bergwijn, lid van Quota Suriname. Zij sprak over het succes van de 20e editie van de Quotas mijn Cookout afgelopen zaterdag op de Pier van Hotel Torarica. Woensdag is er een teach out en dan wordt bekendgemaakt welke koks het meest hebben verkocht en een grote opbrengst is.